Goedemorgen allemaal en welkom bij deze deel 2 van de webinar over gedragsverandering. Ik ben Vicky Erasmus en heel lang geleden was ik psycholoog, maar ik werk inmiddels al heel lang in de gezondheidswetenschappen en ik hou me eigenlijk bezig met alles rond gedrag en het voorkomen van infecties of vooral bevorderen van gezondheid. Dus ik vind het heel leuk om in deze tweede deel nog even met jullie in te gaan op hoe je dat nou eigenlijk zelf kunt aanpakken. Heb je de eerste deel niet gekeken? Het kan handig zijn om te kijken omdat daar eigenlijk de basis in staat. En nu gaan we vooral met jullie een opdracht bekijken. Het zijn drukke tijden, dus waarschijnlijk zijn er live niet zo heel veel mensen bij. We hopen dat jullie dit later kunnen nakijken. We hebben wel een paar mensen die live met ons gaan meedoen. En dat is fijn, want ze gaan ook input leveren. Dat zijn Manon, Laurens en Jeannette. En hopelijk kunnen jullie nog wat input vanuit de praktijk leveren. Ik heb de vorige keer heb ik laten zien waarom we doen wat we doen. Er zitten verschillende routes die dat beïnvloeden. We hebben wat we noemen de langzame route. Dat is dat we echt over dingen nadenken of we iets een goed idee vinden, of dat we het belangrijk vinden, of dat we het leuk vinden, dat we denken dat het voor ons persoonlijk relevant is. En dan hebben we de zogenaamde niet-nadenkroute, en dat zijn vooral prikkels die we krijgen uit de omgeving, dat zijn gewoontes en allerlei afkortingen, heuristieken die er zijn ingeslepen. Allebei deze twee routes kunnen we gebruiken op het moment dat we gedrag willen gaan veranderen. En het is vooral een beetje zoeken naar balans, van wat heb je op welk moment nodig. Nog heel eventjes samenvattend, wat deed de omgeving nou ook alweer? En dus de omgeving kan faciliteren door dat dingen in de buurt zijn. Het kan je een duwtje geven, dat heet dan een nudge. Eigenlijk een positieve prikkel in de gewenste richting. Het kan je ook in de weg zitten. Als je bijvoorbeeld verder moet lopen naar de trap en de roltrap is veel dichterbij. Ja, dan is de kans dat je op die roltrap gaat stappen, die is gewoon veel groter. Maar de omgeving geeft je ook wel informatie over wat er van je verwacht wordt. Dus dat een bepaalde setting je op bepaalde manieren gedraagt, bijvoorbeeld. Maar het is moeilijk, dat zal ik gelijk zeggen. En in deze komende sessie gaan we uitwerken hoe je gedrag van anderen zou kunnen gaan veranderen. Maar het is wel belangrijk om die disclaimer erin te laten. Het is ook gewoon moeilijk, want individuen zijn heel erg optimistisch. Dat zijn we allemaal over hoe goed we het eigenlijk zelf doen. We vinden het heel erg moeilijk om risico's in te schatten. Als we het goed doen, als iets goed gaat, dan vinden we dat dat door onszelf komt. En als iets slecht gaat, dan komt dat door externe factoren. Want het is gewoon onwerkbaar of het is gewoon te druk, bijvoorbeeld. En als het goed gaat, dan is dat omdat ik dat zo goed heb gedaan. We hebben allerlei gewoontes en die kunnen ook overwegingen, bewuste overwegingen die we maken, overrulen. En er zit regelmatig een behoorlijk gat tussen datgene wat we willen en datgene wat we doen. Er zijn ook een paar dingen die in je voordeel kunnen werken, de zogenaamde game changers. We kunnen nu eenmaal van die soort aha-momenten hebben dat we denken van nou snap ik echt waarom dat moet. En dan wordt het voor jou opeens wel echt belangrijk. Je kunt dan bijvoorbeeld ook veranderingen ervaren in risico's. Je omgeving kan bijvoorbeeld veranderen en die kan je daardoor echt bevorderen om datgene te doen wat je zou moeten. Je kunt het beter willen doen. Dat kan intrinsiek, maar ook extrinsiek. En we kunnen gedrag bijvoorbeeld ook koppelen aan een positief ideaal. Wat heel belangrijk is in het komend stukje, is dat je realiseert dat alles een kwestie is van perspectief. Op het moment dat je gedrag wil veranderen op een afdeling, in een organisatie, heb je nu eenmaal te maken met het feit dat niet iedereen het van dezelfde kant bekijkt. Dus bijvoorbeeld, ik heb mijn eigen perspectief en ik vind bepaalde redenen goede redenen en sommige dingen vind ik misschien slechte redenen. Kennis haal ik van een bepaalde bron en dat is voor mij de waarheid. En dat is het perspectief waarvan ik dingen bekijk. Maar als ik op een afdeling graag wil dat mensen worden aangespoord om zich anders te gedragen, dan kan ik niet anders dan met hun perspectief werken, want dat is hun werkelijkheid. De komende dia's zie je steeds eigenlijk vragen die je moet stellen en waar je dan aandacht aan moet schenken.
En de belangrijkste boodschap die ik mee zou willen geven is, probeer dat vooral niet alleen maar vanuit je eigen perspectief te benaderen en de antwoorden te formuleren, maar probeer het vooral ook juist vanuit het perspectief van de mensen die wiens gedrag je wil veranderen. Want dat is eigenlijk je vertrekpunt in dit geheel, is eigenlijk gewoon hun werkelijkheid. En daarvanuit kun je dus aan de slag. En dus de vorige keer had ik deze opdracht meegegeven. Nou, in de chaotische situatie waarin we zitten, kan ik me voorstellen dat er misschien nog niet zoveel mensen zijn die hiermee aan de slag hebben kunnen gaan. Wat we hebben besloten te doen voor deze sessie vandaag is dat wij een voorbeeld hebben uitgewerkt voor jullie, vooral van die blauwe piramide. Dat hebben we gedaan aan de hand van een uitdaging waarvan die uit het veld kwam van een dipper. Die zei van ja, dit is waarschijnlijk wel echt iets waar wij mee te maken gaan hebben de komende tijd. Dus we dachten, nou, we kiezen iets wat relevant is, waar jullie hopelijk iets aan hebben. En wat wij even illustratief kunnen gebruiken. Ik heb de blauwe piramide uitgewerkt. Waarom niet de stukken die er omheen zitten? Hè? Dus het stukje wat eigenlijk gaat over de dingen die je al mee hebt. Maar ook de barrières die je hebt. Die heb ik niet uitgewerkt omdat die ontzettend afhankelijk zijn. Niet alleen van je eigen ziekenhuis of je eigen verpleeghuis of welke instelling je ook zit. Ze zijn zelfs ook nog eens variabel op afdelingsniveau. Dus dat zijn echt dingen dat op het moment dat je hiermee aan de slag gaat, dat je je blauwe piramide uitwerkt, dat je ook echt moet gaan nadenken, echt binnen je eigen organisatie, wat zijn de dingen die we mee hebben en die misschien tegenzitten. En het is echt een balans. En de reden dat ik hier dus heb opgenomen, als je ziet dat de balans iets meer naar de uitdagingen gaat, dan dat je, laten we zeggen, facilitatoren hebben, dingen die, die jullie al goed doen, die je mee hebt op het punt van de verandering die je wil, dan zul je dus ook wel wat aandacht aan die uitdagingen moeten schenken. Want ja, anders begin je eigenlijk al met een achterstand. Maar dat zijn dus echt dingen die heel erg contextafhankelijk zijn. En daarom heb ik dat even gelaten en gaan we vooral even focussen op die blauwe piramide die in het midden zit. Het is dus echt een voorbeeld. Wat we gaan doen, ik ga Manon, Laurens en Jeannette, die ga ik vragen om mee te denken. Ik heb vanuit mijn perspectief heb ik een voorbeeld uitgewerkt. Het is niet de waarheid, het is wel een voorbeeld. En hopelijk biedt het jullie in ieder geval wat handvatten op het moment dat je denkt dat je hier zelf mee aan de slag wil gaan. En mijn voorbeeld gaat over handschoenen. Ik zal zo even uitleggen wat precies het doel is met handschoenen en waarom. Want dat is de eerste stap van de piramide. Maar het gaat in ieder geval over het dragen van niet-steriele handschoenen. En in dit geval dus ook bij niet-COVID-patiënten. Dus laten we zeggen de gewone, op de gewone afdelingen dat we patiënten aan het verzorgen zijn. Het doel is dat we handschoenen alleen gaan gebruiken als dat noodzakelijk is. Nou, dat is nog niet smart geformuleerd. Dus smart heb ik daarvan gemaakt dat het niet-steriel handschoengebruik met 30% zal dalen op niet-COVID-afdelingen binnen 2 maanden. Nou, vanuit mijn perspectief is dit misschien een realistisch doel. Ik zal er gelijk eerlijk bij zeggen. Ik vind het lastig om in te schatten of dat per se realistisch is. Eigenlijk gaat het hier vooral erom dat je nadenkt van wat is iets wat meetbaar is, van dat wil je. Dus wat specifiek het doel is, hoe groot moet die verandering zijn? Binnen welke periode wil je dat kunnen zien? En heel concreet was hetgene wat je wil kunnen zien. Ja, dus hier gaat het dan over het niet-steriele handschoengebruik. Nou, waarom willen we dat? Er zijn 2 redenen. En het is wel belangrijk dat je echt, als je meerdere redenen hebt, dat je ze ook echt benoemt. Want het maakt uit. Ik zit zelf, het is denk ik 13 jaar geleden dat ik begon met infectiepreventieonderzoek. En eigenlijk in al die tijd is een terugkerend thema geweest dat we zien dat er steeds meer handschoengebruik is. En dat dat ook ten koste gaat van de gewone handhygiëne. En ik zal zo even een voorbeeldje geven vanuit de literatuur. Dus dat is iets wat eigenlijk al die tijd al gold. Maar waarom willen we dit nu? Nu willen we het omdat er misschien wel schaarste dreigt. Schaarste van handschoenen. En deze 2 dingen moet je dus wel echt naast elkaar zetten. Want simpelweg zeggen, het levert infectiepreventiegevaar op, is in dit geval onvoldoende. Want de reden dat je het echt nu wil, is vanwege die schaarste.
Nou, er is behoorlijk wat bewijs inmiddels voor dat het dragen van handschoenen ten koste gaat eigenlijk van infectiepreventiegedrag. Ten koste gaat van de gewone handhygiëne. Handschoenen worden regelmatig niet goed gebruikt. Ik heb hier gewoon een voorbeeld van een paper, want er zijn er echt heel veel inmiddels. Je ziet juist ook dat handschoenen ontzettend vaak bij laag risicoprocedures worden gebruikt. En je ziet dus ook wel dat het een infectiepreventierisico vormt, omdat er, mensen gaan ook viezer werken, als ik dat zo mag zeggen. Het gaat echt ten koste van de handhygiëne en je gaat dus van een vieze handeling ga je zo door naar een schoon oppervlak. En de prikkel is voor jezelf dan ook weg. Nou, waarom gebeurt dit? Er zijn allerlei redenen. Zorgverleners zeggen dat het schoner voelt. Patiënten zouden het fijner vinden. En ook andere collega's die kijken naar je en die zien dat je handschoenen draagt. En heel belangrijk, hè, als we het weer heel even hebben over het vorige webinar had ik het over halo's. Dat zijn van die soort heilige ideeën die we hebben over bepaalde dingen. Er is nu eenmaal een halo ontstaan rond handschoenen. Namelijk dat als je handschoenen draagt, dat je schoon werkt. Patiënten hebben die halo ook. Dat ziet er schoon uit. Je bent hygiënisch bezig. En die koppeling is gewoon gemaakt. Nou, dat is de ene reden. Maar die was er al lang. Maar nieuw is dat we mogelijk schaarste gaan hebben. En het is wel belangrijk om je erin te verdiepen dat schaarste iets heel bijzonders is. En het roept hele sterke reflexen op. Dit is gewoon iets, dat hebben we ingebakken. Dat zit nu eenmaal in ons, dat dit zo werkt. Als je weet dat er ergens onvoldoende van zal zijn, dan is je eerste reflex dat je graag weer controle wil krijgen op de situatie. Eén manier om dat te doen is bijvoorbeeld om te hamsteren. Want als ik hamster, dan heb ik zelf weer voldoende. Heb ik weer een beetje grip op mijn situatie en ik kom in ieder geval niet in de problemen. Eerst jezelf, natuurlijk dan de mensen om je heen, je kleinere omgeving. Maar je wil in ieder geval zorgen voor je eigen. Dat is het vooral. Een ander heel belangrijk fenomeen bij schaarste is dat we... er is ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Als we denken dat er schaarste is, dan nemen we namelijk genoegen met wat we noemen korte termijn winsten. En dat kunnen hele kleine winsten zijn op de korte termijn. En dat vinden we veel belangrijker dan een grote winst op de lange termijn. En een heel concreet voorbeeld, in ieder geval die ik regelmatig overkom, als ik een hele volle week heb, dan voelt het afzeggen van één afspraak van 1 uur, dat voelt heel erg fijn, want dan heb ik een beetje lucht. Die prop ik dan in een andere week, die misschien, als die week er komt, drukker is dan die ene week waar ik hem uit heb gehaald. Dus op de lange termijn heeft het me echt niks opgeleverd en misschien alleen nog grotere problemen. En zo zie je dit ook met dingen als bijvoorbeeld, we zeggen ook wel vaker van, je hebt te weinig tijd om na te denken over je lange termijn doelen. Of juist werken aan dingen die voor de lange termijn heel belangrijk zijn. We geven prioriteit aan de dingen die voor de korte termijn belangrijk zijn. Dat zijn afwegingen die we vooral gaan maken als er schaarste is. En dit doen we. Dit doe ik, en dit doen jullie en dat doen ook de mensen op de werkvloer. Dus daar moet je nu eenmaal wel rekening mee houden als je daarmee aan de slag wil. Oké, dus even terug naar de piramide. Dus wat we willen is, we willen graag dat handschoengebruik wordt teruggedrongen tot alleen de momenten waarop het noodzakelijk is. En waarom willen we dat? Omdat er schaarste dreigt en omdat het beter is vanuit infectiepreventieoogpunt. Maar wat moeten ze dan echt gaan doen? En het is wel belangrijk dat je beide doelen meeneemt. Want als jouw doel alleen maar is omgaan met schaarste, dan zijn er hele andere oplossingen denkbaar dan als je doel is dat je infectiepreventiewise beter aan het werk wil zijn. Jullie zullen dit ongetwijfeld al hebben gezien. Ik heb zelf al gezien en gehoord van prachtige voorbeelden van mensen die nu al omgaan met schaarste door bijvoorbeeld hun handschoenen te desinfecteren. En dan kun je ze nog wat langer dragen. Zo zijn er allerlei andere oplossingen. Maar dat is dus eigenlijk niet waar je naar op zoek bent. Dus je moet mensen op de enige manier gaan motiveren, gaan aansporen om hun werkgedrag en hun procedures echt aan te passen. Dus waar je nu een hele procedure hebt waarin je rekening houdt met het feit, ik heb handschoenen aan en dat betekent waarschijnlijk in het beste geval, ik doe handhygiëne, dan trek ik mijn handschoenen aan, dan ga ik de kamer binnen, ga ik van alles doen bij de patiënt en als ik naar buiten ga, trek ik mijn handschoenen uit en in een goede situatie doe ik dan nog handhygiëne.
zul je met ze moeten kijken naar wat zijn al die stapjes die je nu eigenlijk tussendoor misschien overslaat. Hoe ga je dan werken zodat je eigenlijk wel schoner aan het werk bent? En het gaat er dus wel om dat je moet nadenken over waarom mensen nou eigenlijk standaard handschoenen zijn gaan dragen. En dus ze denken dat het beter is. Hoe komt dat nou eigenlijk? Waar komt dat vandaan? Dat is niet uit de lucht komen vallen, maar dat heeft zich geëvolueerd de afgelopen jaren. 20 jaar geleden was het heel ongebruikelijk om handschoenen te dragen. Dan had je juist mensen die zeiden van ja, als ik handschoenen draag, dan kan ik helemaal niet, we hebben geen goede feeling met de patiënt. Dat belemmert me alleen maar. Dus we zijn ergens gekomen van geen handschoenen willen dragen naar ik wil altijd die handschoenen aan hebben en ik wil ze niet uitdoen. Dus, en op de een of andere manier moet je gaan zoeken van hoe is dat gekomen en hoe kun je dat tijd dan keren. Nou, hè, dus mensen willen zichzelf beschermen, ze willen patiënten beschermen en we hebben dat halo-effect. Het is een gewoonte en laatste, niet onbelangrijk, handschoenen zijn, anders dan gewone handhygiëne, nog veel zichtbaarder. Want je trekt het aan en je handen zijn blauw of paars of welke kleur je dan ook hebt. Iedereen ziet dat. Dus jij ziet, je krijgt eigenlijk de hele tijd bevestiging van iedereen die dan handschoenen draagt. En het valt je dan minder op als ze het niet dragen. Dus je zult dus ook echt moeten kijken van wat doet iedereen samen. Want je gaat anders heel de tijd weer prikkels krijgen van oh, mensen zijn handschoenen aan het dragen, misschien moet ik het ook doen. Het stukje gedrag. Nou, de moeilijkste punt van ieder interventie is uit te gaan denken, hoe gaan we dat nou eigenlijk aanpakken? Wat gaan we doen om het gedrag te veranderen? En ik hoop dat ik hier wat hulp kan krijgen van mijn mensen die het op dit moment volgen. Want dit is ook echt gewoon ongelooflijk lastig. En ik wil er gelijk even bij zeggen, als het nu gepresenteerd wordt als een makkelijk verhaal. Ja, op papier is het sowieso een heel stuk makkelijker dan het echt daadwerkelijk doen. Maar het is ook gewoon echt ingewikkeld. Het is ook zo als je hier al heel erg veel ervaring in hebt. Dus het belangrijkste is eigenlijk gewoon om te blijven proberen. Nou, dus op het moment dat we denken aan hoe we mensen gaan ondersteunen, dan heb je eigenlijk verschillende niveaus waarop je dan kan denken. Hè? Dus voor mij is dat altijd het weten, willen en doen. Dus zeg maar kennis, intentie en gedrag. Dat zijn een beetje de drie niveaus die we binnen ons gedrag hebben. En als je tekortschiet op kennis, dan is het heel moeilijk om echt zelf een intentie te hebben. Het is niet onmogelijk, maar het is wel lastig om daar echt in door te blijven gaan. En eigenlijk wil je ook wel dat er dan, dat er wel intentie is om tot gedrag te komen. Het is ook niet onmogelijk dat je dat helemaal bypast en dat mensen het toch gewoon gaan doen. Maar of ze het dan ook blijven doen, ook als het moeilijk is, dat is lastiger. Dus we weten dat het helpt als mensen ook de intentie hebben en we weten dat ze de goede intenties kunnen vormen op het moment dat ze de juiste kennis hebben. Dus het kan handig zijn om die verschillende niveaus te ondersteunen. Maar het begint wel allemaal met willen. Hè, dus met motivatie. We werken in een omgeving met hoogopgeleide mensen. En daar is motivatie in het bijzonder belangrijk. En als die motivatie er nog niet is, dan zul je dat op de een of andere manier moeten creëren. En dus denk eventjes, in de vorige webinar zat er een filmpje in. Als je dat nog niet hebt bekeken, zou ik dat echt nog eens eventjes doen. Het gaat dus over een arts die vindt dat de patiënt te veel alcohol gebruikt. En een patiënt die vindt dat alcoholgebruik eigenlijk best wel helemaal prima is. En die heeft een hele andere zorgvraag. Die wil ergens een pilletje over, of een pilletje voor. En de arts wil dat eigenlijk niet doen, want die wil eerst eens eventjes met dat alcoholgebruik aan de slag. Als de patiënt niet gemotiveerd is om na te denken over dat alcoholgebruik, dan gaat dat ook niet gebeuren. En zo is het dus ook wel op het moment dat je een interventie wil doen op een afdeling. Of dat je mensen op een afdeling wil aansporen om andere dingen te doen. Als ze daar echt, als ze echt niet willen, dan gaan ze het ook gewoon niet doen. Dus op de een of andere manier moet je ervoor zorgen dat ze gemotiveerd kunnen raken. Nou ben ik even heel benieuwd vanuit de mensen die luisteren. Hebben jullie, wat zou je nou zelf doen? Als je nou zelf iets wil veranderen, denk eens aan je eigen afdeling. Die eigen werkomgeving. Hoe kan je er nou voor zorgen dat motivatie er kan komen? Of dat het kan worden aangespoord, aangewakkerd? Ik denk dat het heel belangrijk is dat de noodzaak ervan duidelijk is. Wat betreft bijvoorbeeld de handschoenen, het voorbeeld. Ik denk dat afdelingen steeds volle handschoenendoosjes zien staan. En dus de noodzaak er niet zo erg van inzien
om zuinig te zijn met de handschoenen. Omdat ze toch denken, ja, als deze leeg is, komt er wel weer een nieuwe. Ja. Ik denk dat het duidelijk, ja, daar belangrijk is om dat in ieder geval duidelijk te maken. Van oké, er is echt schaarste, dus doe er echt voorzichtig mee. Ja, duidelijk. Laurens, heb jij nog een aanvulling? Ja, ik denk ook dat het besef dat je moet realiseren of je echt handschoenen nodig hebt, dat ook misschien wel duidelijker kan worden gemaakt door middel van een poster of iets dergelijks. Je ziet nu ook overal bij deuren van isolatie, boksen en zo, posters met hoe je jezelf en ook de patiënt kunt beschermen. En misschien kun je ook iets met een poster doen of je echt een handschoen nodig hebt en of je wel echt vuil gaat worden. Of dat simpelweg handhygiëne ook voldoende is. Ja. Oké, nou, dat zijn hele mooie aanvullingen. Want ja, het is inderdaad, je zult duidelijk moeten maken wat de noodzaak is. En dat het ook, zeg maar, een goede alternatief is. Want wat Laurens, wat je heel duidelijk noemt, zeker de afgelopen maanden, en we kunnen niet doen alsof dat niet zo is. We hebben heel erg veel energie gestoken in dat er veel meer aan moet. En nu zeggen we, er moet opeens iets uit. Dus ja, ook daar zul je mee moeten dealen. Dus motivatie is dus echt een voorwaarde. Grof gezegd zeggen we van, nou, we hebben twee soorten motivatie, intrinsiek en extrinsieke motivatie. Intrinsiek, om te beginnen kan het echt handig zijn om, je moet een leidinggevende hebben die erachter staat. Als je dat niet hebt, kan ik je uit persoonlijke ervaring vertellen, is het bijzonder moeilijk om op een afdeling iets voor elkaar te krijgen. Dus je hebt echt een leidinggevende nodig. En wat ook wel helpt is om te beginnen met een paar mensen van de afdeling, bijvoorbeeld een paarverpleegkundige of een paarverpleegkundige en een arts, die ervoor openstaan, die bijvoorbeeld zelf, uit zichzelf al de noodzaak ervoor inzien, inderdaad, dat iets belangrijk is. En regelmatig zijn dat ook mensen die uit zichzelf al openstaan voor verandering. Want ook hierin is het goed om niet te reduceren. Je hebt, nou ja, als het om verandering gaat, je hebt een groep mensen die is uit zichzelf al vanuit hun eigen persoonlijkheid gemotiveerder om, nou ja, met verandering om te gaan. Denk aan, ik weet nog, toen de allereerste iPhones of de iPhone 4, dat was toen een hele grote rage, die kwam in Nederland. En sommige mensen moesten hem als eerste hebben. Dat noemen we dan de early adopters. Die moeten dat dan daar als eerste bij zijn. En dan heb je nog een hele grote groep die denkt van, nou, die iPhone, dat zie ik wel, hoe dat loopt. Nou, dan heb je de groep die langzaam maar zeker allemaal meegaat. En dan heb je nog een kleine groep, de harde kern, die blijft dan over. En die verzetten zich met hand en tand tegen de iPhone of de mobiele telefoon of de smartphone. Dat is de moeilijkste groep. Maar als je begint met je focus op die moeilijkste groep, dan heb je het echt heel moeilijk. Want die, ja, de laaghangende fruit zijn uiteindelijk die early adopters. Want die zijn uit zichzelf wel geneigd om over te gaan tot verandering. Die mensen kun je heel goed gebruiken. Want je moet dus echt weten wat er op die afdeling leeft. Hoe ze er zelf over denken. Hoe ze het zelf ervaren. Inderdaad, worden die dozen gewoon elke dag weer aangevuld. Elke ochtend kom je daar. Alles is er perfect. Waarom zou ik anders doen? Of kun je daar op een andere manier in insteken. Maar je hebt echt mensen van binnenuit nodig. Ja, de extrinsieke motivatie, daar heb je eigenlijk juist mensen of dingen van buitenaf nodig. Zoals bijvoorbeeld het hoger management of externe organen zoals de inspectie. En grof gezien heb je twee soorten extrinsieke motivatoren. Ja, dat is een beetje lastig voor je die moet meervoud zeggen. Je hebt het worstje of de straf. Dus we kunnen of een worstje voor iemand zijn neus hangen. Of we kunnen zeggen, als je het niet doet, krijg je een straf. Nou, juist als je hier weer bedenkt dat je met mensen werkt die hoog zijn opgeleid, dan weten we dat straffen, die zijn daar een beetje allergisch voor. En zeker als je dan in de mitsen en de maren van het handhaven moet gaan komen, dat wordt echt een heel gedoe. Dus dat worstje kan dan echt wel wat makkelijker zijn om te implementeren. En dat kan heel anders, dat kan heel verschillend uitzien hoor. Het kan ook zijn dat je zegt van, nou, een afdeling die het bijvoorbeeld binnen die 2 maanden lukt, die krijgt een taart op de afdeling. Of in ieder geval iets wat ze leuk vinden. Of misschien wilden ze al heel lang een speciaal koffieapparaat. En dat hadden ze geen budget voor. Dus die krijgen iets wat ze graag zouden willen. Wat ook kan, is dat je richting een soort wedstrijd gaat. Want dat is ook een extrinsieke motivator. Van, nou, je gaat de afdelingen tegen elkaar afzetten. Je gaat laten zien wie het snelste daar kan komen. Hun motivatie kan vergroten. Nou, dus je wil ze dus op die 3 lagen gaan ondersteunen. Het weten, het willen en het doen. Dus om te beginnen hebben we als eerste dus
kennis. Dus daar zullen we iets mee moeten doen. We moeten zorgen dat ze voldoende kennis hebben. Misschien hebben ze het al. Als ze het hebben, hoef je vooral niet nog een keer alles te gaan zitten herhalen. Maar best een grote kans dat je toch wat aandacht eraan zou moeten schenken waarom het nu anders moet. Want dat is uiteindelijk voor mensen de belangrijkste vraag. En wat Manon heel duidelijk zei, hè, van het wordt steeds aangevuld, we werken altijd al zo, waarom moet het nu anders? En overal zien we posters hoe we ons nog meer moeten gaan beschermen. En nu, juist in deze crisis, moeten we nu opeens wat minder gaan doen. Willen jullie ons niet meer beschermen? Hoe zit dat nou? Daar zul je aandacht aan moeten schenken. Dus je zult die discussie dus ook aan moeten gaan. Je zult duidelijk moeten maken van, juist waarom nu? Eigenlijk, laten we het zo zeggen, het moest eigenlijk altijd al. Dat is net als, laten we zeggen, je handen wassen voor het eten was altijd al een goed idee. En nu moet je het opeens echt doen. Die discrepantie, daar zul je iets mee moeten. En dan vooral, wanneer moet je dan juist wel handschoenen dragen? Wanneer is het nou echt belangrijk dat je dat doet? Wanneer moet je het vooral niet doen? En hoe gaat het er dan uitzien? Dus dat zijn allemaal stukjes die je kunt overbrengen. Maar ook wel het punt van wat het gaat opleveren. Want dat willen mensen natuurlijk wel graag weten. Waarom, dit gaat je moeite kosten en waarom zou ik het nu gaan doen? En je kunt er niet omheen dat je gewoon een negatieve halo hebt. In dit geval negatief omdat het tegenwerkt tegen datgene wat jij wilt bereiken. Dus de hygiënische halo, daar zul je wat mee moeten. En daar kan het dus op het gebied van kennis heel constructief zijn om bijvoorbeeld duidelijk te maken, bijvoorbeeld door middel van kweken te nemen van mensen die handschoenen aan hebben. Van, ga eens kijken, wat zit er nou op die handschoenen? Hoe schoon ben je nou eigenlijk op het moment dat je met handschoenen werkt? Dat je dus duidelijk kunt maken dat hoewel je het gevoel hebt van binnenuit dat je schoon werkt, werk je eigenlijk viezer. Dus hoe kun je er dan voor zorgen dat je, mensen willen graag schoon werken, dat is zo. En hoe kun je er dan voor zorgen dat je zo schoon mogelijk gaat werken? Dan bied je ze eigenlijk een alternatief. Maar je zult dus die halo wel moeten doorbreken. De volgende stap is dus eigenlijk intentie. Hè? Dus hoe ga je ervoor zorgen dat mensen het graag willen? Ze moeten dus een nood ervan zien, een noodzaak. Kun je dus inderdaad duidelijk maken door bijvoorbeeld in te gaan op die schaarste. Ook ingaan op die normale reacties van schaarste. Maar dus ook ingaan op het feit dat er nu schaarste dreigt. Het fijne is hier wel dat je dus ook kunt inhaken op een andere halo. En namelijk duurzaamheid. We willen allemaal duurzaam zijn. Dat vinden we een mooie streven. Want we hebben allemaal het beste voor de planeet. Dat hele verhaal. Daar kun je ook wat mee. Want je kunt ook laten zien hoeveel handschoenen worden er nou eigenlijk gebruikt. Bijvoorbeeld, hoeveel handschoenen gebruikt jouw afdeling per maand? En hoe ziet dat eruit op een afvalberg? Waar gaan al die handschoenen naartoe en dergelijke? Dus op het moment dat je moet omgaan met een negatieve halo, maar je kunt een andere halo dus ook wel positief gebruiken. Bijvoorbeeld als het gaat om de duurzaamheid. Zeker als je dat kan koppelen aan het feit dat die handschoenen dus eigenlijk minder effectief zijn dan mensen uit zichzelf denken. Intentie kan je ondersteunen door bijvoorbeeld prikkels in de omgeving te zetten. Dus dat zijn eigenlijk positieve associaties van het gewenste gedrag, nutjes. Dat kunnen bijvoorbeeld dus prikkels zijn. Bijvoorbeeld, nu hebben we heel veel van dit soort nudges van, die laat zien wat je allemaal aan wil doen. Maar dat je bijvoorbeeld iets doet in de trant van, hoe schoon zijn jouw handschoenen eigenlijk? Of waar zijn ze nou geweest? Een foto van de handschoenen en ze lijken misschien heel schoon. Maar wat je eigenlijk over probeert te brengen is dat deze handen die gedesinfecteerd zijn, blote handen zijn misschien wel schoner. Dat is eigenlijk de boodschap. Op het moment dat je wil dat mensen een positieve intentie hebben, zul je ook wel met ze aan het werk zetten om na te denken over hun eigen werkprocessen. Dus wanneer zouden er misschien problemen kunnen zijn en hoe gaan ze die oplossen? Het punt is, intentie wordt heel erg in de weg gezeten door beren op de weg. Dus we kunnen het idee hebben dat we iets willen doen, maar dan denken maar dat is niet haalbaar. Of dan heb ik gewoon geen tijd meer voor mijn patiënt. En dat is ook iets wat ik heel belangrijk vind. Dus de enige manier om er echt voor te zorgen dat mensen van plan zijn om niet meer aan de slag te gaan, is dat ze dat incorporeren. Dus wat is voor jou belangrijk? Tijd voor een patiënt, dat ik mijn taken goed kan uitvoeren, dat er voldoende tijd is in de dag om alles te doen wat er nodig is. Hoe ga je dat dan allemaal inpassen en hoe zorg je ervoor dat dat eigenlijk niet ten koste gaat van de dingen die voor jou belangrijk zijn?
En wat heel belangrijk is, omdat mensen nu eenmaal niet in hun eentje functioneren, willen ze dit wel echt als groep. En wat is dan hetgene wat ze willen? Dus ik kan wel bedenken dat ik graag wil dat ze binnen 2 maanden hun handschoenengebruik gaan reduceren met 30%. Maar misschien zeggen zij wel van, nou weet je, wij zijn heel tevreden met 5%. En dat vinden wij een heel mooi doel. Je hebt er meer aan op dat moment het doel bij te stellen en te zeggen van, nou, dit is het gezamenlijke doel en dit gaan we nastreven, dan dat je zegt van, nee, maar dit is eigenlijk waar je naartoe moet. En net als een 100% compliance. Je moet naar de 100%. Maar eigenlijk hebben de meeste afdelingen zoiets van, ja, weet je, waarschijnlijk is dat voor ons toch niet haalbaar. En de vraag is hoe nodig dat is. Je hebt er veel meer aan om te zeggen van, nou, wat is het doel wat jullie dan wel echt hebben? En wat willen jullie dan? En als zij bijvoorbeeld zeggen van, nou, wij willen 1 werkproces pakken en ervoor zorgen dat daar geen onnodig handschoenengebruik is, is dat al een heel goed streven. Volgende stapje is dus het daadwerkelijk doen. En ook dan zul je ze echt moeten gaan ondersteunen. Hè, dus nudges kunnen daar heel handig bij zijn. Je moet ook bedenken, als we willen dat die handen dan ook echt schoon zijn, zullen we wel voor moeten zorgen dat er ook overal alcohol is. En bijvoorbeeld dat de handschoenen misschien minder dichtbij zijn. Wat Manon ook noemde, hè, misschien moeten die handschoenendozen iets minder vaak worden bijgevuld. Zodat duidelijk is, dit is het aantal handschoenen wat je eigenlijk nu al hebt gebruikt. Misschien moeten afdelingen dat zelf gaan bijvullen. Dat niet facilitair beheer dat doet. Zodat je ook zelf wat meer ziet van, jeetje, dat zijn er wel heel veel. Ik begreep recentelijk dat het nu ook wel eens gebeurt dat er minder alcoholpompjes zijn op een afdeling. Als dat het gevolg is, dan zul je daar iets mee moeten. Want je kunt, wat niet werkt, is als je tegen mensen zegt van, nee, het alternatief is dat jullie nu alcohol gaan gebruiken. Ja, je moet misschien wel een stukje lopen ervoor, maar terwijl die handschoenen zijn dichterbij. Zeker op het moment, wat natuurlijk heel regelmatig gebeurt, is dat die handschoenen in een zak van een jas worden gestopt. Want dan heb ik er alvast wat voor als ik op de afdeling loop. Dus je zult ook daarmee moeten, hè, die handschoenen in zakken bijvoorbeeld, dat zul je misschien moeten aankaarten. Je zegt van, dat gaan we niet meer doen. En ik zou in ieder geval grote voorstander zijn van geen alcohol over handschoenenbeleid. Dat is namelijk wel echt iets wat wordt gedaan om schaarste aan te pakken, maar is bepaald niet wenselijk. Want dan los je misschien voor je gevoel, doe je iets aan die schaarste. En het vervelende is, je zou ook nog eens iets doen aan het behalen van je doel van zoveel minder handschoenen. Maar je doet nog niks aan je doel op het gebied van infectiepreventie. Dus je zult er wel voor moeten zorgen dat de workarounds die mensen toch gaan bedenken, dat je die wel goed kan opvangen. Verder is het nu eenmaal zo, ik weet niet of iemand wel eens begonnen is aan een dieet bijvoorbeeld. Je wilde afvallen. Het is heel erg moeilijk als je bijvoorbeeld begint aan een dieet en je wil gaan afvallen. En we zeggen vervolgens tegen je, je mag je niet wegen. Dus je mag niet gaan kijken hoe het gaat. Je moet 6 maanden lang, laten we zeggen, nog net niet helemaal gaan verhongeren. Maar 6 maanden lang moet je alleen maar wortels eten en allemaal hele gezonde dingen. Je mag niet gaan wegen. En we gaan niet zeggen of het goed gaat of niet, want dat doen we niet. Maar je werkt er naartoe dat je het dan behaald hebt. Dat werkt gewoon niet. En dus we hebben eigenlijk 2 dingen kunnen ons daarbij helpen. Eén is zelfregulatie, dat we zelf zien hoe het gaat. En dat we aan de hand daarvan zelf ons gedrag kunnen aanpassen. En het andere is eigenlijk als we bijvoorbeeld van hogerhand terugkrijgen van, joh, jullie doen het zo ten opzichte van anderen. Dat wil ook nog wel eens helpen. Maar je krijgt in ieder geval iets van feedback. Van, doen we het eigenlijk goed? Hoe zijn we bezig? We kunnen elkaar ook feedback geven van, wat zien we? Zeker als je zelf bijvoorbeeld je doosjes gaat bijvullen. Joh, doen we dat nou eigenlijk minder vaak dan vroeger? Hoe ging dat vroeger? Hoe deden we dat? Dan merk je dat mensen al veel bewuster zijn. Het bijvoorbeeld simpelweg turven hoeveel kopjes koffie je op een dag drinkt, leidt er meteen naar dat mensen minder koffie gaan drinken. Want je wordt je gewoon bewuster. Dus dat kan in dit geval ook echt helpen. Verder is het zo dat feedback op de werkvloer, hè, dus bijvoorbeeld in het zichtbare gedrag, dat gaat dus ook wel over dat mensen elkaar moeten kunnen aanspreken. En daar, als het gaat om hoe je dat gaat ondersteunen, is het wel echt goed om daar eens naar te kijken. Want feedback geven aan elkaar vinden we ontzettend moeilijk. Zeker als het mensen zijn waar je mee samen moet werken. En dan helemaal als het mensen zijn die niet helemaal gelijk in de hiërarchie zitten. Dus nu moet jij opeens tegen iemand gaan zeggen van, joh, heb je wel echt die handschoenen nodig op dat moment? En dat is daar kan je best wel wat schroom in hebben. Dus op het moment dat je van mensen verwacht dat ze dat gaan doen, moet je ze eigenlijk eerst al wat handvaten geven
zodat ze dat ook daadwerkelijk kunnen gaan doen. Dus hebben ze de skills, hebben bijvoorbeeld ook structuren om regelmatig iets terug te krijgen uit de organisatie. Het is bijvoorbeeld, stel je zegt tegen een afdeling van, nou, wij gaan bijhouden hoeveel handschoenen jullie gebruiken. En af en toe gaan jullie dat van ons horen. Dat is veel minder effectief dan dat je zegt van, nou, één keer in de maand krijg je van ons te horen hoeveel handschoenendozen jullie hebben besteld. En dan weten mensen waar ze aan toe zijn, maar dan moet je wel zorgen dat je die structuur hebt om dat te doen. Voor dit punt, zeker als het gaat om wat je al hebt en welke structuren je hebt en wat je kan benutten, dan moet je echt kijken naar datgene wat je al eerder hebt gedaan en wat daarin werkte en wat daarin niet werkte. Want om er, laten we het zo zeggen, als het de vorige keer niet werkte, ontkom je er niet aan om eens met elkaar te gaan kijken van waarom werkte het de vorige keer niet. Simpelweg zeggen van, maar nu gaan we het helemaal anders doen. Dat werkt op het algemeen gewoon niet. Want wat zou nu de reden zijn dat het nu anders zou gaan dan de vorige keer? Dus als je niks hebt opgelost aan de probleemkant, gaat het nu waarschijnlijk weer een probleem worden. Dat kan wel echt een... Dat kan je wel echt nekken, laat ik het zo zeggen. Mag ik hier een vraag over stellen, Vicky? Ja, tuurlijk. Hoe kan je ervoor zorgen als mensen elkaar gaan aanspreken op het wel of niet dragen van handschoenen, dat mensen zich niet gaan schamen voor het dragen van handschoenen? Dat het wel op het moment is dat het zou moeten, maar dat ze het dan misschien niet durven, omdat ze dan denken van ja, straks gaan mensen mij aanspreken, terwijl ik het eigenlijk wel moet doen. Ja, eigenlijk de beste manier om dat te doen is dat je als team op de afdeling de afspraak met elkaar maakt. Wij gaan elkaar aanspreken. En niet alleen dat, maar dat je zegt van, ik wil graag dat jij mij aanspreekt, want ik vind dit moeilijk. Dus op het moment, wat je feitelijk doet, is je legt daarin neer, dit is niet gewoon iets wat jullie al hadden moeten kunnen. Nee, dit is iets wat ontzettend moeilijk is. En de enige manier dat we hier doorheen gaan komen, is als we elkaar daarin gaan helpen. Dus ik ga jou eraan herinneren als ik dat bij jou zie. En ik vind het heel fijn als jij mij eraan herinnert als je het bij mij ziet. Ik zal er meteen bij zeggen, de ene afdeling is hier ontvankelijker voor dan de andere. En dat heeft alles te maken met werkcultuur en veiligheidscultuur en of je dat soort dingen durft. Ik kan me uit mijn geheugen één afdeling herinneren waar ze dit nooit voor elkaar zouden krijgen. En dan zijn er afdelingen waar het gewoon perfect lukt. Feitelijk, weet je, dit is een beetje als onderwijs. De een begint hier en die wil je hierheen brengen. En de ander begint hier en die kun je daarheen halen. Bij allebei de gevallen probeer je mensen gewoon een stapje verder te helpen. Dus misschien is het al heel wat voor een afdeling waar het ontzettend moeilijk is om elkaar aan te spreken. Dat ze er in ieder geval alvast aan gaan oefenen. Dat ze zeggen van, nou, één klein stukje gaan we aanpakken en daar gaan we geen handschoenen dragen. Want dat is voor ons te behappen, dat vinden wij belangrijk. En op dat punt zijn wij bereid om elkaar daarop te attenderen, dan dat je het te groot maakt. Maar ik wil meteen zeggen, dit is het moeilijkste wat er is. En het andere punt is het ook zo, dat als je erin kunt investeren om mensen elkaar feedback te laten geven op hun handschoengebruik, gaan ze ook feedback geven op andere dingen die ze zien. En uiteindelijk leidt dat er echt toe dat je een veiligere werkomgeving krijgt. Want het op een goede manier feedback geven is eigenlijk een van de meest waardevolle dingen die je krijgt. Alleen nu wordt er heel vaak ook gezegd, want dat moet ik er ook even bij zeggen. Wat je ook wil is dat mensen feedback geven als het goed gaat. Dus je wil gewoon dat je open omgaat met, oh joh, objectief zie ik jou nu dit doen. En dat is echt supergoed. Of joh, is dit eigenlijk wel een moment om handschoenen te dragen? Of was dit nou zo'n moment waarop we dat eigenlijk niet hadden moeten doen? Maar dat is dus echt teruggeven van wat je ziet. En dat is ook echt ongelooflijk lastig. Dat is zo. Er is wel één truc. Ik heb hem hier opgeschreven. En dat is, het kan echt handig zijn om te investeren in je nieuwe medewerkers en je stagiaires bijvoorbeeld. Omdat die blanco binnenkomen. Dus het kan echt de moeite zijn om die apart te nemen met een paar mensen van de afdeling. Je champions noemen ze dat dan wel eens. Maar in ieder geval je mensen die dit ondersteunen, maar die wel ook echt op de vloer werken. Zeg van, joh, weet je, het doel wat wij hier eigenlijk hebben is om op deze manier te werken. En die neem je helemaal mee in hoe dat eruit moet zien en hoe ze dat kunnen aanpakken. Zij hebben veel minder vastgeroeste gewoontes, want ze komen nu hier en ze zijn eigenlijk al in mindset van, ik ga anders werken, want ik kom nu in een andere omgeving.
En die kun je veel makkelijker meenemen in hoe dit dan moet. En hun goed gedrag is ook een prikkel voor de rest. Zij zijn wel kwetsbaar, zeker stagiaires, om feedback te geven aan anderen. Dus daar moet je niet te hard op inzetten. Maar daar kun je wel op inzetten dat zij eigenlijk gaan laten zien hoe het ook kan. Want het moeilijke is, en dit is wel iets om je te realiseren, een gewoonte creëren, dat kost tussen de 3 en 6 maanden. Je kan het een beetje zien als dat je graag wil dat je kind elke dag als hij thuiskomt zijn jas op het haakje hangt en zijn schoenen in het rekje zet. Dat doen ze niet na 1 keer. Dus je zegt het de eerste keer, je moet elke dag als je thuiskomt moet je jas ophangen en je schoenen daar neerzetten. Dag 2 zijn ze het gewoon vergeten. Dag 3 doen ze het ook niet uit zichzelf. Het is niet iets waar je 1 keer aandacht aan schenken en dan is het er. Dus die dingen die we net hebben gezien, hè, van dat je een stukje kennis hebt, en dat je bijvoorbeeld iets in de omgeving doet, dat moet je spreiden over de tijd. En al die stukjes samen zorgen ervoor dat mensen er naartoe kunnen werken dat ze een andere gewoonte krijgen. In die tijd dat het nog geen gewoonte is, kost het energie van de mensen zelf. Het zal jou ook een beetje energie kosten als jij dit voor elkaar wil gaan krijgen, om ze ook voor het stukje ondersteunen. Maar het kost de mensen op de afdeling gewoon energie en moeite. En moeite betekent gewoon gedoe ten opzichte van wat je daarvoor altijd deed. Dus in die hele fase is het heel makkelijk om terug te vallen op wat je altijd deed. En ik noem het in het bijzonder bij een voorbeeld zoals dat van deze. Want stel nou dat er schaarste is en die schaarste heerst er voor 3 maanden. En daarna is er geen schaarste meer. Is de kans heel groot dat mensen dan gewoon weer teruggaan tot hoe ze het daarvoor deden. En zeker als het op dat moment nog niet echt ingebakken is in hun werkroutine. Dus op het moment dat je zegt van nee, wij willen dit omdat dit gewoon echt beter is vanuit infectiepreventie oogpunt, dan moet je daar dus wel in investeren en je vooral realiseren dat dit niet iets is wat je eenmalig even gaat doen en dan is de kous af. Maar dat wel gewoon voor een tijdje wat moeite gaat kosten. Ik noem dit eventjes, kijk, ik heb dit even vanuit mijn perspectief verteld, maar ik zie misschien een 6 en jullie zien misschien een 9 en allebei is het waar. En het gaat er eigenlijk gewoon om dat je samen eens gaat kijken van joh, wat zie jij hierin? Dit is het gezamenlijke doel wat we graag zouden willen hebben. Kun jij je vinden in dit doel en hoe kunnen we dat nou gezamenlijk bereiken? De belangrijkste vraag die je eigenlijk kunt stellen als je iemand anders wil aanzetten tot iets anders doen, is wat heb jij van mij nodig om dat voor elkaar te krijgen? Meestal heeft die ander daar best wel een idee over, of zet het ze wel aan tot ze daarover nadenken. In de meeste gevallen gaan ze het vervolgens zelf ook echt oppakken, maar het gevoel dat er iemand is die met jou meedenkt, zodat jij dit op jouw manier kan doen, dat is eigenlijk een van de waardevolste dingen die we kunnen hebben. Dus ik zou vooral gewoon mee willen geven, blijf het vooral proberen te zien vanuit het oogpunt van de ander. Want dat zorgt er wel voor dat, dat je eigenlijk gewoon een stuk verder komt. Het is lastig, dat ga ik zeggen. Dat is gewoon lastig. En op het moment dat jullie denken van nou, ik wil hier zelf mee aan de slag en ik zou het wel fijn vinden als er nog eens iemand met me mee kan denken, dan mag je me altijd een mailtje sturen. Doe dat alsjeblieft. Ik vind dat helemaal niet erg. Ik had graag vandaag met jullie meegedacht, maar ik snap helemaal dat dat vandaag eventjes niet de prioriteit van de dag is. Let ook op die zijkanten die ik noemde. Die zijn echt heel specifiek voor jouw organisatie. En een ander heel belangrijk punt. Ik noemde het eventjes. Ik werk nog maar, 13, 14 jaar in de zorg. En daarvoor heb ik eigenlijk vooral wat gedaan in de wat hardere industrieën, de petrochemische industrie heb ik wat onderzoek gedaan en ik ken de luchtvaart een beetje. En wat mij heel erg opviel in de zorg is dat mensen het idee kunnen hebben, als ik gewoon wacht, dan waait dit wel over. En dat komt denk ik omdat we soms te weinig energie steken in duidelijk maken dat een interventie een kop en een staart heeft. En als het over is, of als we zeggen nu gaan we er niet meer doen, dan moeten we dat net zo duidelijk aankondigen als wanneer we ermee beginnen. Iets laten doodbloeden of vanzelf over laten gaan is ontzettend moeilijk voor het moment dat je in de toekomst nog eens een andere interventie wil doen. Want dan kunnen mensen het idee hebben van, als ik me nou gewoon een beetje gedijst hou, ik blijf gewoon een beetje doorwerken zoals ik het nu doe, ze stoppen er toch wel mee. Dit gaat toch niet werken. Dus zorg er vooral voor dat je aanpak een kop en een staart heeft. En als er op een gegeven moment is dat je zegt van joh, luister eens, dit werkt hier niet, hier gaan we mee stoppen.
meld dat dan net zo duidelijk als dat je hebt gemeld, vanaf vandaag gaan we dit anders doen. Want dan begrijpen mensen ook waarom dat dan zo is. En dat als er nog eens een keer iets anders wordt aangepakt, dat het niet betekent dat het per definitie zomaar gaat doodbloeden. Dit is opgebouwd in een piramide. En het idee is ook wel dat je eigenlijk steeds blijft checken of al die dingen die je doet in lijn zijn met elkaar. Dus bijvoorbeeld kom je op het stukje ondersteuning, en van welke ondersteuning je gaat bieden, moet je steeds wel checken, is dit nou echt de ondersteuning die gaat helpen om dit doel te bereiken? En past deze ondersteuning nou echt nog bij dit gedrag? Want het kan best zijn dat je, nou ja, over de loop van de tijd, zeker als het creatieve proces wat meer gaat lopen, kom je op allerlei leuke manieren om mensen te ondersteunen, allerlei invullingen, zeg maar. Maar misschien zijn die op zich wel leuk, maar niet per se passend bij jouw doel. Dus het belangrijkste eigenlijk wat je in gedragsinterventies wil zien, is dat er een alignment noemen ze dat. Dat het eigenlijk steeds nog op elkaar door voortborduurt. Zeg maar datgene wat je voor ogen hebt. Hoe is dat vertaald in datgene wat er daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. Hoe gaan we daar mensen feedback op geven. En dat al die dingen nog steeds met elkaar passen. Dat is even in een notendop wat ik met jullie wilde delen. Ik vroeg me nu even af of er misschien vragen zijn. Als ik het zo zie, zijn ze er niet. Nou ja, ik wil jullie heel hartelijk danken voor het kijken naar deze webinar, wanneer je dat ook doet. Ik hoop dat dit nuttig is, in ieder geval dat het voor jullie iets bijdraagt. Ik heb geprobeerd om iets neer te zetten wat bruikbaar kan zijn, maar het is natuurlijk een vraag of dat zo is. Ik hoop het wel. Mocht je vragen hebben, stel ze gerust. In ieder geval vooral gewoon heel erg veel succes met alles wat er de komende tijd op jullie pad komt.